Kijk jongens, we hebben een dikke machine staan. We hebben een Aprilia staan. Ja, het is de nieuwe broer van de GP800. Maar deze rijdt vele malen beter dan de 800. En stuurt veel beter. Dit is echt een roofmachine. Ik heb op zo'n ding gereden. Maar dit is gewoon ongelooflijk hoe zo'n ding rijdt, hoe zo'n ding stuurt. Gewoon, als ik op zo'n ding rijd, dan ik ben de meester. Ik klop iedereen. Wat we aan de motor gaan doen is, als je kijkt, het bandje is versleten. We gaan het bandje vervangen. We gaan de remblokken vervangen. En daarna gaan we het bandje balanceren. En dan zijn we klaar met het ding. Het is een kleine klusje. Maar het is een dikke apparaat. Hij stuurt zwaar. Hij stuurt niet echt lekker. Kijk. Sprekend gewoon. Het is eigenlijk een soort GP800. Maar van Aprilia. Hij heeft ook hetzelfde motorblokje. Maar hij ziet er helemaal anders uit. Kijk zo'n machine. Kijk, en wat we hier hebben staan. We hebben hier een Suzuki TL1000 staan. Oh, dit rijdt leuk. Dit rijdt leuk, zo'n TL1000. Hier hebben we een nieuw bandje omheen gelegd. Maar zo'n internetbandje. Dus we kunnen even kijken of het voor merk het is. Azaro. Zo'n bandje waar je eigen dood mee kan rijden. Maar de klanten wilden dat. Ik niks aan doen. Een oude beestje. Ik denk dat hij al 15 jaar oud is. Als het geen 20 jaar is. Moet kijken hoe die eruit ziet. In die tijd al, hè? Kijk zo mooi. De Japanners. Hoe ver de Japanners al waren. Tja, moest kijken, jongens. Oh, mooi, mooi, mooi. Het is genoeg weer vandaag.